deelnemers ervaren de gemeente Gennep als een heel vriendelijke gemeente. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Het MKB, de Organisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland, die doet elke 2 jaar een onderzoek. En dat onderzoek is net weer binnengekomen bij ons. En de gemeente Gennep is heel goed gestegen op de ladder van de gemeentes die het meest ondernemersvriendelijk zijn. En toen wij in 2018 kwamen, zag het er niet zo goed uit. Maar we sluiten deze periode heel mooi af. En wat zijn de aspecten waarom de gemeente Gennep als zo vriendelijk wordt ervaren? Het verschil met toen wij starten, zeg maar in 2018, is dat er op dit moment heel goed wordt meegedacht met de ondernemers. Als de ondernemers met een idee komen, dan hebben wij een proactieve houding, een positieve grondhouding en kijken van, goh, goed idee, eens kijken wat ervan kan. Misschien kan dat nog wel beter. En als iets niet kan, gaan we kijken wat zou dan wel kunnen. Dus we denken heel erg mee. We leggen de rode loper uit en proberen de ondernemers zo goed mogelijk in stelling te brengen om zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. En heeft u daar concrete voorbeelden van? Ja, er is bijvoorbeeld een BIS, een bedrijfsinvesteringszone in de binnenstad opgezet om de ondernemers samen de binnenstad aantrekkelijk te maken. We hebben een rode loper uitgelegd voor ondernemers. Als ze ideeën hebben voor een verbouwing, dan denkt een architect met ze mee. We hebben keurmerk veilig ondernemen op de bedrijventerreinen allemaal vastgesteld. Dat is samen met de hulpdiensten gegaan. Dat is voor de ondernemers ook hartstikke goed. Een ander voorbeeld is nog dat een toeristische ondernemer ideeën heeft. En een jaar of 8 geleden zei de gemeente altijd nee. En nu is dat idee gewoon gerealiseerd. Bijvoorbeeld een natuurspeeltuin bij de Diepe in Milsbeek. Dat zijn allemaal voorbeelden van het meedenken van de gemeente. En nu heeft u een rapportcijfer gekregen. Hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenten in Nederland? Wij hebben het hele mooie rapportcijfer van een 6,9. Dat is bovengemiddeld in Nederland. Het zit ergens in het rapport, staat het iets van rond de 6,5 is gemiddeld of 6,4. Wij zitten daar dus ruim boven. Maar dat vinden we nog niet genoeg. We hebben meer ambitie in Gennep en we willen uiteindelijk naar bijvoorbeeld een 7,5. En van de 351 gemeentes staan wij nu op plek 154. En we zaten echt in de achterhoede. Dus we zijn dwars door het middenveld aan het ploegen op weg naar de kopgroep. En nu wilt u verbeteren, dat is logisch. Hoe gaat u die 7,5 halen? Een concrete actie daarvan is dat wij merken dat de ondernemers elkaar nog steeds niet allemaal kennen. Gennep is helemaal niet zo groot, maar ze kennen elkaar toch niet. Laat staan dat ze weten wat ze doen exact. En we hebben dus het idee om bijvoorbeeld 2 keer per jaar een soort van platformbijeenkomst te organiseren. Heel laagdrempelig en heel informeel. Waar de ondernemers gewoon naartoe kunnen en elkaar dan gewoon kunnen ontmoeten. De gemeente kunnen ontmoeten en zo elkaar te proberen versterken. Als je van elkaar weet wat je doet en je denkt, goh, ik ben op dat vlak bezig en jij doet dat. Misschien kunnen we samen iets doen. Of kunnen we elkaar helpen om nog betere omzetten te genereren of nog beter resultaat. Dus dat is het eerste idee wat we in ieder geval op gaan pakken als gemeente. Om te kijken dat rapportcijfer nog op te plussen. Naar bijvoorbeeld de 7,5. Dus op naar de 7,5? Op naar de 7,5. En zo zit dat, Petra.